Ja, je steekt zomaar gewoon een keertje over, hè, zonder te kijken. Dat doen kinderen na. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 13 februari werd aan basisschool Het Noorderlicht het Brabants verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Dit werd gedaan door wethouder Boas Adank. Het BVL biedt lespakketten aan voor basisscholen om kinderen bewust te laten worden over verkeersveiligheid. Ja, we staan hier op basisschool Noorderlicht en die hebben met een aantal vereisten hebben zij voldaan aan het label. En hebben om die reden ook het label gekregen. Wat moet de school doen om dit label te krijgen? Nou, ze moeten een aantal voorwaarden moeten ze voldoen. Het Noorderlicht heeft voldaan aan die voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld ze moeten een aantal lessen gegeven hebben. Ze moeten hebben laten zien dat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Nou, en om die reden hebben ze dus het label ook gekregen. Merk je dat het veiliger is in deze omgeving na deze lessen? Nou, ik weet niet precies of het veiliger is geworden in de omgeving van de basisschool Het Noorderlicht. Maar je merkt wel dat mensen bewust zijn van het feit dat ze zich veilig moeten gedragen in de omgeving. Dus alle kinderen hebben ook fietsles gehad en weten dus ook waar ze op moeten letten als ze in het verkeer zitten. Nou, ik vind het enorm belangrijk dat we bewust zijn van het feit dat verkeersveiligheid echt onderdeel is van onze samenleving. Want elke keer als ik weer hoor dat kinderen betrokken zijn bij een ongeluk, dan draait mijn maag eigenlijk gewoon om. Dus ik word geïnspireerd door het feit dat we elke dag weer bezig zijn met het voorkomen van ongelukken. En zo'n verkeerslabel helpt daar heel erg bij. Ook ouders zetten zich in voor de verkeersveiligheid. Op wat voor manier? De ouders zijn ontzettend belangrijk bij verkeersveiligheid. Die moeten het goede voorbeeld geven. Vaak zijn ouders zich daar niet bewust van. Je steekt zomaar gewoon een keertje over, hè, zonder te kijken. Dat doen kinderen na. Dus het is als ouder ook zeker belangrijk om gewoon het goede voorbeeld te geven. En daarmee krijgen we echt een veiligere omgeving. Nou, dit betekent heel veel. We zijn daar natuurlijk heel erg trots op. Alle inspanningen die zijn gedaan. Een stukje bewustwording. Vooral de trotsheid die we hebben nu. Over het algemeen zijn kinderen wel heel enthousiast. Zeker als je ook kijkt op het kleuterplein, waar kinderen ook met een parcours werken. Die vinden dat geweldig. Ze vragen daarom. En in de midden- en bovenbouw ook. Juist door de bewustwording hoe belangrijk dat het is. En wat maakt deze lessen anders dan andere lessen? Deze lessen krijgen daardoor wat meer betekenis voor kinderen. En als lessen betekenisvol zijn, dan zie je ook een betrokkenheid bij kinderen. Ik vond het net wel heel mooi dat een van de kinderen die de microfoon voor zich kreeg, zei van een kind uit groep 1-2. Toen ik iets zei over dat mobieltje, van dat mag helemaal niet, een mobieltje. En denk van nou, oké, dat vind ik prima als ik dat hoor, dat een kind uit groep 1-2 dat zegt. Dat is wel een stukje bewustwording, denk ik. En daar begint het. Dus je merkt al dat het beter gaat? Ja, beter. Ik heb natuurlijk geen harde cijfers, maar dit vind ik een heel goed uitgangspunt, ja.